Ik heb zo'n gevoel dat er veel gebouwd gaat worden in deze aflevering. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Ik ben er weer, Stevie, Zeldaplay 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we eigenlijk de laatste puntjes op de i gezet die nodig zijn in de wereld om dus hard mode in te gaan duiken. Dus we zouden nu klaar zijn om hard mode in te duiken. Gaan we dan hard mode nu in? Nee, mis. Nog niet slim. Waarom niet? Er zijn nog een heleboel voorbereidingen die we moeten doen. Ik weet niet hoeveel dat we nog moeten vissen. Ik weet niet hoeveel dat we nog moeten bouwen. Er zijn nog zoveel voorbereidingen die we nu nog moeten doen voordat we echt kunnen beginnen met het vangen van een worm. Nee, maar echt met het bouwen van. Dit wil je echt doen voordat jouw wereld naar hard mode toe gaat. Dit in verband met de vele increase difficult enemies die dus plaatsvinden op het moment dat je gebouwd hebt. Dus ik ga een beetje dedicaten aan... Ja, deze aflevering gaan we gewoon een bouwaflevering maken. Dus er wordt veel geknipt, veel gefast forward, veel bouwmaterialen, veel designs. Want jullie weten het, ik wil een beetje fancy schmancy zijn in deze aflevering. Dus we willen het zo leuk mogelijk maken. Nou, ik heb steen nodig. Ik heb... heb ik ook nog die andere steen, die harde steen. Want ik heb dus een heel leuk design in mijn hoofd voor een battle arena. Maar het is niet alleen een battle arena die nog gemaakt moet worden. Ja, ik heb echt heel veel steen. Dus daar moet ik dan van die smoothstone van maken. En van smoothstone maken we nog wel leukere dingen van. Maar goed, hier maak ik dus de battle arena van. Van steen en gewoon steen. Zullen jullie daar wel zien in het design ervan. En wat ik ook... Ja, glas is trouwens ook nog heel erg belangrijk. Heb ik nog glas? Ja, ik heb nog glas. Wat leuk. Hoe zit het trouwens met background BG's? Heb ik die hier? BG? BG. Ah. Even kijken, glas hebben we ook nog. Dat is mooi. En heel erg leuk. Nee, helaas, die hebben we niet. Goed, dus... maar goed, ik ga dus een battle arena maken, heb ik al vaak genoeg gezegd. En bij de elevator, die wij dus hier beneden zien, daar is het ook de bedoeling om twee farms te maken. Een beetje op caverns niveau, tot wij hier twee grote vierkantjes kunnen maken. Waarin dat wij dus heel makkelijk verschillende items kunnen farmen, dadelijk als we in hard mode zitten. Dus dat zijn echt hele belangrijke dingen die al gedaan moeten worden. Zeker nu. Dus ik zorg er heel eventjes voor dat ik dubbel de Flareon erbij heb. Want Flareon die gaat ons beschermen. En nou is er één ding wat ik eigenlijk wil kopen. Wat namelijk een beetje ervoor gaat zorgen dat ik weet hoe systematisch ik het kan maken. Want het moet visueel er natuurlijk ook mooi uitzien. Want hey, het is tenslotte een Let's Play. Moet ik dat ding bij jou kopen? Nee. Oké, nou dan ga ik heel eventjes bij jou. Jij bent alleen maar voor de bommetjes. Dus daar hebben we ook niet echt aan. Er was er eentje, daar konden we het bij kopen. Maar ik weet niet meer. Bij wie? Wat bij jou? Bij jou kunnen we hem kopen. Daar zit ik ook niet op te wachten. Dat is namelijk een meethoek. En die meethoek die helpt ons om de blokjes te tellen. En die wil ik dus eigenlijk eentje kopen. Dus volgens mij moeten we dan bij Mume even langs. Want volgens mij zit daar namelijk degene die daar verkoopt. Want we hebben ook al de wire specialisten die voor wires kan zorgen. En hartstikke leuk, hartstikke handig. En dat wordt ook weer een duur grapje met al de coins die we nodig hebben. Maar dit hele gebied, dat wordt dus een battle arena. Dus even kijken, was jij nou degene die het verkoopt? Please zeg maar dat jij het was. Ja, de Mechanical Ruler. Dat is hetgene wat ik eigenlijk zocht. Het nadeel is, als je hem in je inventory hebt, dan zie je dus alle blokjes als je stilstaat. Dus je wil hem niet lang in je inventory houden. Maar voor mij is het ideaal om te kijken hoeveel blokjes hier tussenin zitten. Tussen dit stuk. En om precies te zijn, dit stuk. Dus ik ga heel eventjes die blok stellen en ik ben terug in een seconde. Oké, ik heb het heel eventjes geteld. En het zijn dus in totaal 109 blokken die hier tussenin komen te zitten. En dan kunnen wij wel een hele leuke battle arena maken van 100 bloks. Die ik eigenlijk normaal gesproken altijd maak. Maar dan wil ik een leuke pilaren tussen gaan maken. Dus moet ik echt alles gaan tellen, uitmeten en noem maar op. Dus daarvoor is dit blokkensysteem. Het blijft maar heel eventjes. Sorry als het irritant is voor sommigen. Maar het is dus handig om te gaan bouwen. Dus ik ga heel eventjes het begin maken. En ja, zie jullie dan in een seconde. Want de fast forward kan beginnen op het moment dat ik nog aan het uitmeten ben en alles. Want dan sta ik meer stil dan dat ik iets doe. Dus vanuit daar in ieder geval. Ik ga bouwen. Oké, het bouwidee is eindelijk begonnen. Dit worden de pilaren die ik ga maken voor onze battle arena. En ik weet ongeveer hoe dat ik ze moet gaan maken. Waar dat ik ze precies moet gaan plaatsen. Dus ja, deze dingen die ga ik nou neerzetten. Dus ik denk dat het tijd is voor onze eerste fast forward montage. Thank you.
Mooi. En via jou ook nog even aan de kant, want ik ben verdorie met power bezig. Ah. Alles staat nog in de stijgers en een slave is falling from the sky. Daar ben je ook niet vrolijk van. Dat ik niks anders te doen heb. Met mijn gigabouwproject best, verdorie. Ah, ik krijg in ieder geval genoeg potions. Nou, dat was King Slime. Wat spannend. Doei. Mooi. Kan ik nou weer focussen op bouwen? Fijn. Oh ja, trouwens. We hebben dit weer gekregen. Joepie. Nou, ondertussen tot ik aan het vissen ben voor de fishing quest de hele tijd. Er is onze visje beneden. Daar is hij, een drommel. Oh, die staat hier gewoon. Oké. Okay. Nou, ondertussen dat ik daarmee bezig ben geweest. Ja, je bent toch aan het bouwen. En ja, ik heb toch die potions nodig. Hebben we gewoon een golden crate al te pakken gekregen. Deze zijn extreem zeldzaam. De reden waarom dat ik deze tussendoor doe is omdat we hebben heel veel crate potions nodig. We hebben heel veel fishing potions nodig. Dus ja, ben ik wel van plan om elke dag wel te beginnen met de fishing quest. En hopen dat we ook nog eens een keertje alle items die we dus nodig hebben nog gaan vinden. Waar is Mumee? Ah, hier. Kijk, want we hebben nog één golden chest. En golden chests zijn extreem rare. Dus daarom zijn het ook fijn dat we die vinden. Maar goed, ik ga verder met bouwen. Nou, ondertussen is de Battle Arena bijna klaar. Ik bedoel, we hoeven alleen nog maar iets tussen deze dingen neer te zetten. En ik denk dat ik daar koperen platen neerzet, omdat dat een beetje een Battle Arena sfeer geeft. En voor de rest is dit eigenlijk onze Battle Arena. Hier komt nog een plateautje, hier komt dan nog een grote trap onderheen. En daar wordt nog allemaal extra aangebouwd. Maar ik heb eerst nog extra materialen nodig. Dus wil ik nu gaan focussen op hier twee hele grote kamers neer te gaan zetten. Ik denk dat ik dat hier ergens zo wil gaan doen, vlakbij de Mushroom Biome. Hier zo ergens. Dus ja, dat wordt het volgende project waar ik nou aan ga werken. Zoals ik al zei, enorm veel gebouw in deze aflevering. En deze aflevering gaat al behoorlijk lang door, qua opname dan dus. Even kijken, we hebben weer een Sona Potion, we hebben weer wat beter gekregen, hartstikke leuk. Nou, dan kan ik even mijn inventory kleren en dan ga ik mij even voorbereiden op. Mining Potions die zijn handig om zulke dingen te bouwen, zoveel mogelijk. Bommen zijn natuurlijk handig. En we hebben heel veel koper nodig, dus het een en ander, we hebben best wel veel nodig eigenlijk als ik er zo over nadenk. Even kijken, dat mag allemaal weg, dat mag weg. Deze die mogen weer terug daarin. Deze mogen dan weer terug daar naartoe. Sona Potion, waarom sta je daar? Dat is heel erg vervelend. Daar word ik niet vrolijk van. Tungstenor, hartstikke leuk. Het enige nou, is, we moeten alles weer terug in de kistjes gaan stoppen. Maar ja, ik laat jullie wel de progress in een hele kleine fast forward zien op het moment dat we zover zijn. Dus ik ben terug in een seconde. Alweer, alweer. Trouwens, voordat ik het eventjes vergeet. Ik heb ook even gelijk een houten farm gemaakt. Een houten farm, dat is gewoon een farm waar dat je heel erg veel bomen kwijt kan. En jullie kunnen het al een beetje op de minimap zien. Die heb ik hierin gebouwd. Ik bedoel, ja, het is een vliegend eilandje vol met bomen. Maar het is wel een van de fijnste plekken om gewoon je eigen een bomenfarm neer te zetten. Je kunt hier zoveel mogelijk hout hakken als je zou willen. En op het moment dat je het doet, Blizzard effect, hartstikke leuk. Heb je genoeg hout. En je kunt gewoon constant hier terecht wanneer dat je hout nodig hebt. En ik bedoel, we hebben floating islands en al die andere dingen, dus logica's, hoe niet, Dan? Ja, of ik moet er wolkjes misschien omheen gaan hangen om het wat realistischer te gaan maken. Maar ik vind het zo wel mooi genoeg. Ik bedoel, serieus, we hebben gewoon onze bomenfarm. Oké, op zich is dit wel hier een hele mooie locatie om zo'n grote vierkantjes te gaan maken. Ik bedoel, we hebben daar een huis en alles, maar dat boeit niet echt zo erg veel. Het enige nadeel is, we hebben hier wel een beetje last van water. Dus het eerste wat je wil gaan doen, is kijken hoeveel water er in het vierkantje zijn. Of ja, eigenlijk rechthoek die je wil gaan maken. Ik denk dat ik het zo ongeveer, dat dit recht gaat worden. En dat ik hier ongeveer ga beginnen. En dan kan ik nog een muurtje maken en alles. Maar op dat moment kan ik wel hier al het water weghalen. Dus een van de belangrijkste dingen is, haal het water weg voordat je begint met bouwen. Tenminste, voordat je echt uit begint te hollen van wat het vierkantje is die je zelf wil gaan maken. En sterker nog, ik denk dat ik eigenlijk hier al het water weg ga halen. Want hier blijven anders vijanden de hele tijd inspannen en daar heb ik weinig zin in. Dus ik ga het water hier al eventjes weghalen en ik ga eventjes kijken hoe groot dat ik het oppervlakte ga maken. Dus fast forward commencing!
Nou, nu dat onze grote vierkant ondertussen klaar is, is het dus tijd om het leeg te gaan halen. Nou, zoals ik al zei, ik ben heel erg blij met onze bommen. Waarom? Hoe meer explosies, hoe minder dat we moeten hakken. Dus laten we maar gaan beginnen. En ik doe dit een klein stukje fast forward en de rest... Ja, mocht ik een death krijgen, dan gaan we offscreen. Want ik heb de Curse of the Darkness, heb ik helaas nu dus ook. Dus hoppakee. Ik doe daar even een dynamiet daar neer. Boom. Ah, heerlijk. Als we dan in één keer zo'n grote opening zien zo. Hoppakee, eentje hier. Eentje hierboven. Even wachten tot hij ontploft is. Dankjewel. Wat leuk. Oh, dit is niet slim. Oké, weet je waar? We gooien gewoon het even hier en daar gewoon even een paar neer. Dat is het snelste. Goed, nou is hier eindelijk dan heel die vierkant helemaal uitgehold. Nou is het dus belangrijk om hier plateautjes te gaan maken. Dit ook weer vanwege het volgende. We willen namelijk makkelijk de hoogte in kunnen komen. En hier is het, wordt het ook op aangeraden om dus 3 hoog. Of 2 hoog. Laten we 3 hoog. Waarom ook niet? Om dat hier zo te plaatsen. Dit in verband met mocht het later in een spoilers mode terechtkomen. Dan is het wel een hele leuke farm om zo te hebben. Dus heel eventjes hier snel. Even zo een paar plateaus maken. En ik zie jullie terug wanneer dat dit helemaal klaar is. Oeh. Een swordfish trophy. Die kunnen we wel ergens kwijt. Die zou ik het liefst eigenlijk hier willen hangen. En ik vind dat dat mag. Lekker bij de bar. Heerlijk. Oké, nou eventjes snel quickstacken en dan gaan we terug verder met de bouw. Oh ja, trouwens, voordat ik wegknip. Toen ik aan het bouwen was, zag ik al een keer tot er een rare creature, tot er een goldmout was. Dus ik ging naar beneden en ik heb hem nog gevangen ook. Ik ga er niet iets specifieks voor maken. Ik denk dat ik hem gewoon ga verkopen. Want jullie weten, bij mij moet het gewoon een golden bunny zijn. Want anders, echt serieus, dan gaat het gewoon de verkoop in. Golden bunnies, die ga je niet verkopen. Die ga je koesteren. En hou je als huisdier. En zo, denk ik. Oké, onze eerste is bijna af. Alleen nog maar een paar plateautjes ertussen te voegen en hij is klaar. Mooi. Dan kunnen we aan de andere kant. En bij de andere kant, dan moeten we iets specifieker op zijn wat betreft wat onze outro... Wat onze outrand gaat worden. Want onze outrand, die moet namelijk van mat worden. Dit omdat wij namelijk graag... wel daar een underground mushroom farm van willen maken. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Sterker nog, misschien wil je die zelfs nog iets groter maken. En ik zit af en toe zo te kijken naar mijn rare creature meter. Omdat, ja, het kan vaak voorkomen dat je in één keer hier bezig bent. En echt serieus, ging ik dit ding heel eventjes hier in de hoek droppen. Niemand zal het oppakken, maar ik heb geen zin om de hele tijd die grind te zien. Want ik heb genoeg materialen bij me om hier eventjes uit te gaan houden. Dus ja, maar een van de belangrijkste dingen die we dus hier kunnen doen nou, op dit moment is... laten we maar vanaf hier hakken. Wat we nou dus kunnen doen is... We kunnen nou aan de andere kant gaan beginnen met het hakken. Omdat we hier dus een underground mushroom biome huisje van willen maken. Dus ik ga er even mee aan de slag. En natuurlijk ook wel de tijd in de gaten houden wat betreft het vissen. Want iedere dag is er weer een nieuwe fishing quest. En ja, die wil ik niet skippen natuurlijk. Ondertussen is hier ons vierkantje ook klaar. Dus dan is het eventjes ook hier weer een kwestie van de plateaus bouwen. In tegenstelling, volgens mij hebben we dat hier wel gedaan. Ja, in tegenstelling tot het eerste plateau. Hier wil je het eerste plateau... Ja, trouwens, nee, dat hebben we hier wel gedaan. Volgens mij willen we hier het eerste plateau gewoon 2 hoog maken. Dus niet 3 hoog, maar 2 hoog. Dit in verband met dat de paddenstoelen dan kunnen groeien. Waardoor dat we echt een mushroom farm kunnen hebben. Zoals je ziet, ik heb hier al een seed geplaatst. Dus dit gaat dadelijk uitbreiden. Hoe langer dat we mee bezig zijn, des te beter dat het zelfs gaat worden. Dus ja, het is een begin. Oké, het is nog niet heel erg veel, maar het is een begin.
En ja, we hebben weer een Curse of Darkness. Lonies, meh. En ik zie trouwens een klein designfoutje. Ik heb deze, die moet iets hoger zijn. Ik wil je dadelijk ook weer gates in maken. Dus gates die zijn leuk. Ik ben echt blij dat ik gates heb gevonden. En Confusion, ga weg. Goed, eventjes nog een kleine recap. Zoals we kunnen zien, we hebben onze ballerina, waar ik nou de koperen platen neer ga hangen. We hebben twee grote farmplekken die gaan uitbreiden tot een mushroom, underground mushroom biome en een gewone biome. Dus we moeten nog hier eventjes een trap maken. Nou, eerst eventjes hoe dat we daar die plates gaan maken. Dat wil ik wel heel eventjes laten zien, want dat is natuurlijk wel een van de leuke dingen om te laten zien. En wat we nodig hebben, we hebben blokken nodig van steen en dan het koper. En dan kunnen we of de copper plating maken, of de copper brick. Nou, ik wil eigenlijk voor de plating gaan, want als we die maken, tenminste de, denk ik. Ja, dan krijgen we dus een copper plating wall en dat geeft een beetje een battle arena. Echt zo'n oude battle arena style. Dus daarom wil ik even voor de copper plating gaan. Ik zal jullie heel eventjes laten zien wat die andere, hoe dat die andere eruit zien met een brick. Als ik een brick eventjes maak, dan zie je dus dat je een copper brick wall op zo'n manier krijgt. En ja, dat... Ik weet niet, ik vind deze ding niet zo mooi om... ik bedoel, ik zal het heel eventjes hier laten zien. Dit is de ene. En dit is die andere. Dus ik weet niet, ik vind de plaat vind ik zelf persoonlijk beter. Maar laat weten wat jij het mooiste vindt om eigenlijk zo'n beetje te maken van koper. Ik vind de plaat vind ik zelf persoonlijk het mooiste. En daar wil ik het bij laten. Dus ik ga heel eventjes die plaat maken en dan gaan we gelijk eventjes die boel opvullen. Even kijken, plating zei ik al. Die gaan we er ook heel veel van nodig hebben. Zoink! Ik weet nog niet eens hoeveel dat we er in totaal nodig gaan hebben. Maar ik ga gewoon zoveel mogelijk van die walls maken. En ik zie wel hoe ver ik ga komen met deze koper. Pjoef! Daar is eindelijk klaar. Nou, nog wel eventjes voor de belichting zorgen en dan is de Battle Arena qua uiterlijk klaar. Het enige dat er dan nog gedaan moet worden is een trap. Dat valt gelukkig nog mee. Zo. Nou, dan moet ik eventjes nog wat lantern crystals eventjes jatten en dan zijn we bijna klaar met al het gebouw. Niet het gemouw, maar het gebouw. Ook nog eens. Dus we hebben een slijmregen gehad en nou weer een goblin army. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Mooi. Ballerina, die werkt trouwens heel erg goed. Het enige nadeel is wel dat Fisherman de hele tijd uit zijn huisje komt. En dat wil ik eigenlijk het liefste voorkomen. Dus, ik denk dat ik daar heel eventjes iets voor moet gaan verzinnen. Sowieso hier de gate, maar hij moet zeker niet die kant op lopen terwijl dat er een event gaande is. In verband met de booby trap die we gaan maken, die hier dus gaat komen. Maar goed, nogmaals, de reden waarom dat je dit dus allemaal wil doen voordat je hard mode ingaat, is deze encounters worden vele malen moeilijker in hard mode. In verband met de spoiler verschijnt dan, er komt nog een andere spoiler event en er zijn nog meerdere spoilers events. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Nou goed, ik heb in ieder geval alvast daar de hard lantern al neergehangen. Hetgeen wat we nou nodig hebben, dat is... dat zijn een paar dingen met Jinx. Waarom zit jij, kan jij niet in BG's? Kom op, background, ga daarin, hop. Ik heb nou nog een paar van die kleurtortjes over. Ach, waarom ook niet? Laat ik er eentje hier voor de grap op eentje hangen. En eentje hier nog eentje op hangen, waarom ook niet zo. En dan nog eentje hier, ik bedoel serieus. Ik krijg niet een apart inventory voor maken. Kom nou. Ik heb trouwens hout genoeg, want ik kan die platforms gewoon gebruiken. Dus. En hoeveel kost het om een campfire te maken? 10. Nee, dan heb ik wel wat meer hout nodig. Ik bedoel, we hebben best wel veel campfires nodig op het moment. Dus. Ik denk dat ik wel met 10 goed zit. Ook even een grappige funny fact. Dat is wel handig om jullie gelijk te vertellen. Op het moment dat je dus een hard lantern hebt, een hard lantern heeft een gigantisch bereik. Sowieso hebben we er hier ook eentje hangen, maar deze heeft een gigantisch bereik. Want als ik dus ga kijken over de hele battle arena die wij hier gemaakt hebben, zelfs tot en met het puntje hierbovenin, krijg ik nog bereik. Hierboven is pas het bereik weg. Het is namelijk op cirkel gebaseerd. Nou ga ik hier voor de grap ook een campfire neerplaatsen. Dat zul je dadelijk zien. Ik zal hierbovenop even een campfire plaatsen. Puf! Hartstikke leuk.
Maar dan zul je dus zien op het moment dat ik dus helemaal deze kant op ga. En al omhoog ga. Dan is hij hier al weg. Nou ja, hier al. Dus een kampvuur heeft minder bereik als een hard lantern. Maar ja, dat is nogal weer dus. Want een hard lantern, ja, dat is specifiek. Maar ja, in ieder geval eentje hebben we daar al genoeg. Daaronder daar zit al genoeg. Ja, deze die gaat weg trouwens. Want dit wordt namelijk voor een booby trap. Dat wordt altijd heel erg leuk, want deze pilaren daar tussenin gaat een heel groot gat komen. Dus altijd leuk. Maar wat dus ook heel erg belangrijk is, is dat we heel eventjes naar onze farm toe gaan. En daar ook eventjes een hard lantern plaatsen. En tot we daar dus ook eventjes gelijk de campfires neerplaatsen. Want geloof me, het wordt een hele gevaarlijke plek nadat we spoilers hebben. En hey, het is 12 uur. Oh ja, een fishing quest, die moet ik ook weer gaan doen. Toi, zoveel dingen te doen, zo weinig tijd. Oké, nou, dan wil ik hem hieronder hangen. Eens even kijken. Een beetje in het midden. Dat is hier denk ik wel het beste. En als ik me niet vergis, krijgen we nou hier overal de buff. Even kijken, hierboven ook. Ja. Hier ook, netjes. En zijn jullie al een beetje aan het spreaden? Nou ja, die bovenste die spread beter ondertussen is hieronder. En deze die is ietsje breder. Dus daar moet ik wel een beetje voor in het midden gaan zitten. Ik denk dat ik hem hier het beste kan hangen. Gewoon uitproberen. En die andere dingen die kwak je gewoon ergens neer. Oké, nou hier hebben we nog bereik. Hier hebben we nog bereik. Hier hebben we overal nog bereik. Ik weet dat hier nou een beetje donker is, maar ja, dat komt van eigenlijk dadelijk wel. Dat wordt van eigenlijk wel beter. Oké, we hebben hier nog allemaal bereik. Zo te zien heeft deze ook een heel goed bereik. Oké, nou, het enigste nadeel is, we moeten dus meerdere campfires neerzetten. En het beste wat we kunnen doen is er, ik denk, eentje hier plaatsen. En eentje aan de overige kant. En dat is hier. Dan hebben we ook een beetje extra licht. En dan vraag ik mij af, is dit genoeg ook voor de bovenste verdieping? Goed te zien wel. Netjes, netjes. Oh, een gouden worm. Zagen jullie hem? Waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit hij? Daarboven zit hij. Waar is mijn... Daar is mijn schep net. Oké, okay, don't move. Ik heb hem. Oeh! Eens even kijken. Dan eventjes hier nog snel de campfires. Laten jullie me nou toch eens even met rust. Ik ben bezig met campfires plaatsen. Verdurie. Waar zijn mijn campfires? Hier zijn mijn campfires. Ah. Oké, eentje daar. En eentje daar. Zo. Eventjes checken. Hebben we hierboven nou ook nog bereik voor de campvuur? Ja, heel erg mooi. Dan zitten we goed. Ik bedoel, we hebben al 2 golden creatures hier te pakken gekregen toen ik hier aan het farmen was. Oké, in mijn testrun heb ik hier... Ik weet niet hoeveel nymphs ondertussen te pakken gekregen. Maar volgens mij hebben ze ook iets groter gemaakt. Maar dat weet ik niet zeker. En hallo Rally! Maar goed, dit... Ik krijg wat van deze plek nu al. Ja, meh. Ik ben aan het focussen op dat. Ik ben aan het... Deuri. Oké, we hebben 50 B-power, maar B-power, dat boeit me niet echt zoveel. Even snel even dingen verkopen. Oké, ik heb hier ondertussen alvast eventjes de gates neergeplaatst. Die ik dus ook wil hebben tot op het moment dat we de Battle Arena ingaan, dat we hem ook af kunnen sluiten. Hartstikke leuk. En dit wil ik een beetje als een speciale plek gaan hebben, zoals ik al eerder heb gezegd. En dan moeten we dus heel eventjes een grote doorgang voor gaan maken. Dus ik ga heel eventjes hier een hele grote opening maken. Zoals ik al... Oeh, dat is niet netjes. Dat is niet netjes. Die moet ik blijven. Oké. En dan zo. Hier eventjes een opening. Ver genoeg dat hier niet doorheen gesprongen kan worden. Want dat is een van de dingen die heel vaak gebeuren kan. Dus zoiets. Dit is diep zat. En dan gaan we hier eens heel eventjes een mooie valkuil maken. Oh, ik ben de tijd helemaal vergeten. Fishing gast. Ah, Skylakes. Oké. Sorry, Mumee. Een ship's wheel. Wat is dat dan? Dat is ook een decoratie. Oh, die wil ik hier bovenop hangen. Zal ik hem hier boven... dat vind ik wel mooi zo. Lekker bij de piano. Lekker muziek. Goed. Ik ga heel eventjes verder met dit uitgraven. En Flareon, hou die vijandjes heel eventjes van me af als je toch mee bezig bent. Oké, dit is wel diep genoeg en lang genoeg. Ik vind dit wel prettig. Oké, nog heel eventjes even schoonmaken.
Oké, nou dat is nou ook gedaan. Daar ben ik heel erg blij om. Dan is het nu tijd om eventjes ervoor te gaan zorgen dat wij wel onze stuff krijgen die we nodig hebben. Waaronder bijvoorbeeld... Ja, lava. Lava is een van de cruciale dingen die ik dus hier dolgraag wil gaan maken. Even kijken, ik heb even een bucket nodig. Een bucket, een empty bucket. Daar hebben we hem. Goed, dan gaan wij gelijk al eventjes ondergronds om even lava te gaan halen. Ik denk dat Flareon dit wel leuk zou vinden. Ach, nou weer toch zijn. Zo. Dat is ook weer gedaan. Nou, lava halen is op zich niet zo heel erg moeilijk. Wat je wil doen is je wil je emmertje pakken, op lava klikken en hij is gevuld. Vraag me niet hoe het werkt, maar het werkt. Dat is het allerbelangrijkste, dat het gewoon werkt. Nou, dan hebben we ons emmertje met lava en die wil ik eigenlijk dus leeg gaan gooien in onze trap daar beneden. Dus dan wil ik hier eventjes naar onze battle arena. Dat is ook heel erg belangrijk dat we dus de bovenste route elke keer gaan pakken. En dan wil ik dus hier hem leeg gaan gooien. Dan zul je dus zien, als we hem hier leeg gooien. Niet is, hebben we hier nou één klein laagje met lava. En Eevee, is de temperatuur van de lava goed genoeg? Vraag ik mij af. Hij heeft les gehad van Flareon. Oké, het zal wel goed zijn. Nou is het natuurlijk voor onszelf heel erg gevaarlijk als wij hier natuurlijk overheen gaan lopen. Dus nu gaan we nog heel eventjes naar een cruciaal extraatje voor onze Battle Arena. Dan gaan we heel eventjes hier naartoe en dan wil ik wat wires kopen. En als ik dan toch bezig ben, kan ik maar net zo goed deze kopen, deze kopen, deze kopen, deze kopen. De wire cutter kan ik net zo goed kopen gelijk. Ik heb een switch heb ik nodig. En volgens mij hadden we ook de mechanical lens nodig. Improved wire vision. Ook al is die zeer irritant om bij je te hebben. Volgens mij hebben we die toch wel nodig. Laten we hem kopen. Dat zijn pressure plates. Die wil ik helemaal niet hebben. Oké, nou, nadat we dit allemaal geëquipt hebben. Of ja, eigenlijk hier hebben staan. Huh, niet vergeten om eroverheen te springen. Kunnen wij, als ik me niet vergis, de Ultimate Wire Tool maken. Even kijken. Dan hebben we dus de Multicolored Wrench. Die is heel erg belangrijk. En volgens mij hadden we daar nog... Steve! Steve, ik heb even hulp nodig. Steve, wat hadden wij nou nog meer nodig voor dat gekke ding? Een ruler en 60 wires. Nou, wires hebben we genoeg, maar de ruler heb ik dus nog niet. Die verkoopt onze tinkeren. Dus laten we wel even langs onze tinkeren gaan. Oh, Tinky! Hoe heet je ook weer? Smador. Een rare naam voor je. Oké, nou maakt niet uit. Dan hebben we dus de ruler even nodig. De pakket. Hebben we die ook gelijk. En ja, dan krijg je dus dit. Niet echt een fan van, maar het is handig om wires te plaatsen. Geloof mij maar. Dan weet je precies hoeveel wires dat je nodig hebt. Maar als we dus dan nou hier bij onze crafting table gaan staan, dan zien we dus dat we de grand design kunnen maken. En de grand design zorgt ervoor dat wij dus alles kunnen plaatsen wat we maar willen qua wires. Hebben we nou nog wel genoeg wires om dingen te maken? Volgens mij wel. Want ik wil namelijk... Heb ik steen? Ik heb geen steen bij de hand. Moeten we eventjes het gaan doen met het blauwe lijntje wat irritant is. Nee. Even kijken. Ik heb gewoon steen nodig. Ah, dan hebben we hem al. Active stone block. Ik weet niet hoeveel ik er nodig heb. Dus laten we beginnen met... 50. Ik denk dat 50 wel goed zou zijn. Hoop ik. Oké, nou eens even kijken. Nee, de autobouw staat nog steeds aan. Die moet uit. Oké, we hebben er nou 50. Deze moet 3 ook zijn op 3. Dat vind ik zelf het mooiste. Dus 42. 42 min 8. 42 min 8. 42 min 8. Dat is... 36. 36. Oké, ik heb er nog... Ik heb er nog 36 nodig. Oké, 1, 2, 3, 4, 36. Kijk of ik goed kan rekenen. Ik denk het niet. Ik denk dat ik een heel grote fout maak. Want ik denk dat het namelijk maar 34 was. Dat ik verkeerd reken. Maar ja, dat komt omdat ik ben bezig met live audio commentaar. Ik deed er 2 over. Ik hou er 2 over. Ja, ik hou er 2 over. Yay! Eigenlijk is het niet zo yay, maar maakt niet uit. Oké, nou die kunnen we gewoon weggooien. En nou is het heel belangrijk dat we onze switch hier neerzetten.
Nou, dan pakken wij dus eventjes onze Grand Design. Die zet ik heel eventjes daarboven neer. En dan kunnen wij dus, als we rechtklikken, kunnen we dus zelf kiezen welke kleur dat wij het willen geven. We kunnen hem multicolor geven, we kunnen hem rood geven. We kunnen knippen, we kunnen plakken. Dit weet ik niet precies wat het doet. Het is gewoon een mooi knopje, denk ik. Maar nou kunnen we dus heel makkelijk onze draden plaatsen. En wat ik dus wil doen is, ik wil zo snel mogelijk hier... Dan hoop ik wel dat we genoeg wires hebben, maar dat denk ik dus ook niet. Dus ik denk dat we dadelijk heel eventjes weer wires terug moeten gaan halen. We moeten al deze eventjes connecten met elkaar. Dit is een beetje hoe dat een trapsysteem werkt met wires. En ik moet zeggen, wires, je kunt er echt een heleboel leuke dingen mee. Het enige nadeel is, als ik dat ding vast heb, dan... Dan is het jammer dat je dat niet kunt disablen. Oh, traveling merged. Hey, gast. Heb je iets boeiend voor mij? Eens even kijken. De extended grip, die wil ik toch wel eens een keertje kopen. Want dan kan ik laten zien wat je daar allemaal mee kan maken. Daar kun je echt wel leuke dingen mee maken. Even kijken, nou, de stopwatch hebben we niet nodig. DPS meter hebben we niet nodig. Sitting Ducks Fishing Pole. Hij is beter dan de Fisher of Souls. Deze heeft 40 namelijk en deze die heeft maar 20. 35 gold. Ah, ik heb geld genoeg hier. Mag jij deze hebben? Gewoon gratis en voor niks, want hij is toch geen niks waard. Maar dan hebben we toch een betere fishing pole. Waarom ook niet? Ik denk dat Mumei wel trots op ons zou zijn. Voor de rest heb je niks echt boeiends. Oké, nou, dan kunnen we gelijk eventjes naar jou toe. Kunnen we eventjes weer wat wires kopen. Heel erg belangrijk. Zo. Nou ja, echt veel wires hebben we op het moment nog niet nodig. Dat komt nog wel, geloof me. We gaan heel veel wires nodig hebben. Oké, nou, laten we dit wel eventjes een beetje snel doen. Moet ik eventjes de... Ik pakte de wires, hè. Dan moet ik eventjes deze pakken en dan doen we gewoon op. En dan doen we zo. En dan wil ik eigenlijk hier dus ook hebben. Het grappige is, er is geen lengte requirement voor wires. Dus je kunt alle wires kun je eigenlijk gewoon met elkaar laten connecten. En lang... Ik kan bij wijze van spreken heel deze scherm vullen zonder dat ik ergens dichtbij in de buurt hoef te staan. Nou, het enige wat ik nou wil doen is de wire connecten met onze switch. Nou, dat ik dat gedaan heb... ik zit niet meer op... Maar dan kan ik nog steeds alle wires zien, omdat ik de Grand Design... Ik maak wel even een kistje met traps, zodat ik even dat ding weer kan pleuren. Oh, die hebben we al. Traps. Oh ja, dan had ik die geyser. Geyser. Misschien had ik die daar eigenlijk ergens anders neer kunnen maken. Kan ik die daar nog onder zetten? Heb ik daar het lab voor? Dat gaat eventjes heen. Dat gaat even op gloeiende kolen zitten. Hoe breed is dat ding? Volgens mij twee blokjes, hè? Ja. Dan kom ik wel even op gloeiende kolen te zitten. Maar goed, als we deze switch nu overhalen, dan gaat al dus dit hier... Oh, dit wordt gevaarlijk. Dit gaat eventjes pijn doen. Even kijken. Ik heb mijn defense hebben klaarstaan. Dit gaat heel veel pijn doen. Dan vraag ik mij trouwens toch af. Werkt dat zo wel met... Ik denk dat ik dat dan even op een aparte switch neerzet. Tot hier traps gaan komen en tot dat dan op een aparte switch gaat komen. Dus moet ik eigenlijk even een nieuwe switch gaan kopen, maar oké. Okay. Oh, naast elkaar zelfs nog. Oké. En dan de geyser hier even neerzetten. Dit gaat een beetje pijn doen. Oké. Maak ik even help. Oh, dit is zo niet slim. Don't try this at home, it's dangerous, it will kill you, it will murder you. Nou ja. Het voordeel is dat ik dus wel de Grand Design... moet ik heel eventjes de kleur groen pakken. Dan kan ik dus vanuit hier... en hier komen dan later ook nog traps die ik op dit moment dus nog niet heb. Ik zit een beetje low on health als je het mij vraagt. Ik vraag me af hoe dat komt. Oké. Laten we niet zo gevaarlijk doen. Oh, echt serieus, waarom ben ik zo gevaarlijk bezig? Oké, ik heb toch even een extra switchje van jou nodig. Mag ik wel eventjes nog een extra switch van jou? Ja, ik mag wel even een extra switch van jou. Dankjewel. Dan hebben we er dus eentje voor die plateaus hier om te starten. Want anders ja, valt het dadelijk allemaal neer. En dan hebben we er hier eentje. Zo, hoppakee. Laat ik jou zelf even dichtgooien en dan... Hij doet het ook nog. Het enige nadeel is, ja, je moet eigenlijk een secondentimer komen. Deze moet aangeknald worden op een secondentimer. De sceptics aan deze switch. Dat fix ik zo wel. Ik bedoel, serieus, we zijn bijna op het einde van deze aflevering. Dus ik ben er alleen nog wel. Ik heb flauw idee wat ik daar zei. Je was echt... Gaat goed bij mij. Oké, een secondentimer. Daar hebben we voor nodig. Platinum.
Change. Even kijken, waar zijn mijn change? Volgens mij had ik die niet meer? Jawel toch. Hier, change. Ach, zat. Oké, dan moeten we heel eventjes bij een gewone tafel gaan staan. Natuurlijk heb ik hier weer geen gewone tafel. Leuk. Ik heb wires, dus... gewone tafel. Dan kunnen we namelijk een platinum watch maken. En met een platinum watch... kunnen wij... als we een platinum watch en een draad samenvoegen... bij die anvil, geloof ik dat dat was? Ik zag hem al. We hebben de 1 seconde timer. Wat een 1 seconde timer doet, is eigenlijk praktisch hetzelfde als wat een switch op het moment doet. Een 1 seconde timer, die zorgt er praktisch voor tot... wacht eventjes, dan heb ik één probleempje. Dan komt die... Nou ja, dan mag ik niet zoveel uit. Gewoon zo, hier gewoon neerplaatsen. Dan moet hij maar gewoon accepteren, tot hij daar komt te staan. Oké, jij staat nog steeds op groen. Mag ik wel eventjes jou knippen, want echt serieus. Ik heb dit... hebben we niet nodig. Dit daarentegen... hebben we weer wel nodig. Nou, en als ik dus nu deze schakelaar aanzet... dan gaat iedere seconde, of ja, iedere 4 seconden of zo, gaat het ding af. En met deze, ja, ik ga heel eventjes zorgen dat we die draden kwijt zijn. Want draden zien, dat is altijd wel handig. Maar op het moment dat je een trap wil laten zien, dan is dat best wel irritant. Dus laten we heel eventjes naar onze traps gaan. Traps. Oh, laat hier je wires en je grand design en je andere zooi. Deze plaats ik hier ook heel eventjes, want daar heb ik nou toch niks aan. Even quickstacken, heb ik nog iets om te quickstacken? Nope. Oké. Okay. Resources. Ores, die mogen ook nog eventjes weg. Waarom heb ik zilver en... Oh ja, het is platinum. Dus... heel erg boeiend. Bouwspul, want ik ben echt ondertussen wel klaar met dat gebouw. Wel was wel eventjes het bordje voor de Wall of Awesome Commons. Changes, die mogen ook weer terug bij de materialen. Hartstikke leuk. Dat is allemaal vissersgedoe. En ja, de Ruthless Rally. Ik denk dat ik hem ga verkopen, jongens. Ik denk dat ik er echt niks mee ga doen. Dan even kijken. Die bomen, die mogen ook weer terug. Ja, en echt, deze heb ik op het moment niet nodig. Dus die mogen ook wel weg. Switch, die mag nog wel even bij traps. Traps. Een switch. Een switch watch. Oké, dan hebben we onze hamer. We hebben onze empty bucket. Wat ik daar nog mee ga doen, dat zie ik dadelijk wel. Maar goed, zoals we dus gaan kijken. De geyser, die gaat dus op het moment af. Als ik deze uitzet, dan gaat hij niet meer aan. En hiermee kunnen we dus zien tot hier alles nu doorheen valt. Dus dat is wel heel erg handig. Krijgen we een mobbling army, dan staan wij hier. En de enige die ons dus op dit moment een beetje vervelend ding kunnen geven, dat zijn de ranger vijanden. Zoals bijvoorbeeld archers, die kunnen dan nog wel op ons schieten. Maar degene die echt op je af moeten komen lopen, ja, die komen echt aanlopen. En die kunnen je niks maken. En dat is gewoon grappig. Nou, zoals je dus kunt zien, dit is dus, werkt heel erg goed. Hierboven hebben we onze Battle Arena. Ik denk dat we een hele goede progress hebben gemaakt. We hebben hier een Battle Arena. We hebben hieronder hebben we onze farms kunnen maken. En dat is ook al lekker aan het groeien. En ondertussen hebben we, ik weet niet hoeveel fishing quests gedaan. Wat me eigenlijk aan doet denken dat ik nog eentje zelfs moet doen van vandaag. Ik heb die van vandaag nog niet eens gedaan. Dus er zijn nog een heleboel fishing dingen die we nog moeten doen. Dus weer Skylakes. Ah, die zijn zo vervelend. Oké, dan hoop ik dat ik hem snel vang. Oké, dankjewel. Ik hou ervan als het spel naar mijn lijst zit. Oké, doei. Goed, nou, hebben we dat in ieder geval ook weer gedaan. Dan kan ik eindelijk naar de comment van de dag. Ik weet niet hoe lang deze aflevering is. Ik geloof dat hij ergens het norm zit. Maar ik kan jullie vertellen dat deze opnamesessie 5 uur heeft geduurd. Deze ene aflevering is 5 uur geweest aan bouwen, bouwen en nog eens een keer bouwen. Dus ja, een behoorlijke tijd als je veel dingen inderdaad wil maken. Oké, Mimee, ik heb een visje voor je. Masterbase. Dat is al de 4e die ik van jou heb gekregen. Kun je me niet die andere dingen geven? Serieus? Nee, kijk, ik heb er al 3. 4. Te veel. Mimee, is niet eerlijk. Oké, prima. We gaan gewoon de shiny gaan we naar boven ophangen. We gaan gewoon de eerste shiny ophangen. En die wordt gededicated aan... Sanne Schuitenmaker. Die had geschreven in aflevering 12. Superleuke aflevering. Wij willen alle evoluties. Willen wij eigenlijk allemaal. Natuurlijk willen wij allemaal alle evoluties. Ik bedoel, Eevee is awesome. Alle evoluties zijn awesome, dus... Maar ik snap wat je bedoelt in deze serie. En ik ga kijken wat daar de mogelijkheden voor zijn. Dus, ik bedoel, we hebben Flareon, Jolteon...
Eevee natuurlijk. En andere die zullen heus nog wel ergens in verzonnen worden. Hoe dat ik dat ga plaatsen. Maar dat komt van eigen zaal. Maar goed, met dat wil ik het toch gaan laten bij deze aflevering. Dus heb je een leuk zo'n momentje? Laat dat weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk. Als je daar tijd voor hebt. Misschien wordt jouw reactie wel gekozen voor hier het huisje van de Awesome Commons. Laat ook wel eventjes weten wat jullie van de bomen vallen vinden. Ik bedoel de Battle Arena bijvoorbeeld en de andere Battle Arenas die we daar aan de onderkant hebben. Laat dat zeker weten. En met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken en hoop ik jullie allemaal weer te zien in een volgende video. Dus ja, dat was het.